Goeiedag, Volk. Heb je wel eens gedacht, hè, dat zo'n lamp, dat het een heleboel energie vraagt? Jullie hebben ook een heleboel elektriciteit thuis. Dat wordt ook opgewekt met fossiele brandstoffen. Nou waren er een paar heren hier in de buurt, Nederlander, Elen, ga zo maar even verder. En die zeiden, dat gaan we toch wel even aanstoppen. Ken je deze lamp? Zonne-energie. Dat is dan een belangrijk iets. Uit de transitie van fossiele brandstof naar duurzame energie wilt hebben, dan is dit de oplossing. Die heer, dat is de heer Gert Schuur. Deze man die erdoor zit. Dan hebben wij ook Henk Zuidema. Wijdzijd bekend, maar heel innovatief. En dan hebben we ook meneer Ewout Kraai. Woont in het mooie dorp Elen. Nee, dat denk je wel. En die heeft wat te doen. Een energiecoöperatie. Ger, je mag zelf de namen zeggen. Hoe heet dat? De Groene Wieken. De Groene Wieken. Ja, de Groene Wieken. Ja. Ja. En dat is een energiecoöperatie die jullie opgezet hebben met een doel. Ja. Wat is een doel? Het doel is, wat je net noemde, zorgen dat de energietransitie waar we allemaal doorheen moeten de komende 10, 20 jaar voor de inwoners van onze dorpen, Hollandse Veld, Heden en Nieuwlanden, op een eerlijke manier gaat gebeuren. En met eerlijk bedoel ik, wie het meest leidt of wie het meest kan dragen, die krijgt ook de hoogste lasten. En wie die lasten niet kan dragen, die krijgt hulp. Kijk, en de echt. Het wordt eens tijd dat het deur dringt. Het wordt eens tijd dat het deur dringt dat er mensen bent die heel goed boert. En dat er nog mensen met als kut boert is. En je hebt eigenlijk dezelfde toegang tot die energie. En dan vraag ik Ewout, hoe ben je hierbij betrokken? Nou, eigenlijk door Ger. Het grappige is, wij wonen allebei sinds kort, kan ik zeggen, in Elim. Ik 3 jaar, Ger 2 jaar. We zijn geen buren, maar we wonen allebei in dezelfde straat. En ja, Ger, dat kan ik beter zelf vertellen, maar die heeft heel veel verbouwd en die zat wat met zijn tijd verlegen. En onze vrouwen spreken elkaar ook geregeld. En Ger werd heel enthousiast over de energietransitie en die vroeg aan mij, wil je daar eens over meedenken? Nou, en dat trok mij wel, want wat Ger ook zegt, weet je, het is heel belangrijk die transitie. Hè? 2030 is zo'n mijlpaal, 2050 is zo'n mijlpaal. Nou, als ik door het dorp heen loop, als nieuwe Enumer, ik zeg geen Enumiet, want zo is het nog niet. Hè? Dan zie je aan de buitenkant waar wij wonen, zie je best veel zonnepanelen. Maar als je binnen in het dorp loopt, dan ja, zie je dat veel minder. En ik denk dat het goed is, en voor Nieuwlanden en Hollandse Veld vind ik het voor mezelf wat moeilijk te beoordelen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat de dorpen met elkaar ervoor zorgen dat die energietransitie ergens ook gewaarborgd wordt. En dat mensen met de kleine beurs ook kunnen profiteren van de winsten die gemaakt worden van de grote maatschappijen in die energietransitie. Dat we mensen kunnen helpen met het plaatsen van zonnepanelen. Noem het maar op, misschien een lening voor zonnepanelen. Dat is allemaal nog ver weg, maar dat is wel natuurlijk het uiteindelijke doel waar wij met z'n allen naar streven. Kijk, dat is belangrijk, hè. Nu hebben wij ook een, Henk Zuidema. Jullie hebben er misschien nog nooit van gehoord. En misschien ook wel vaker dan één keer. Henk die denkt aan de toekomst. Hij was een paar weken terug, of een paar maanden terug, was hij bezig met glasvezel. Hij zei, de snelheid moet, misschien niet voor mij, maar wel voor de toekomst. Ja. En Henk die denkt zo nog. Dan zeg hij, die zonnepaneel en die zonne-energie, misschien niet, maar wel voor de toekomst. Ja. En hoe ben je door dan bij betrekking? Want echt, jongens, ik wil jullie vertellen, hè. Ewout die zegt, nou ja, met tiet en dat soort dingen. Nou, waar Henk de tijd weghaalt, dat weet ik niet. Maar toch wel. En je heeft nog tijd. Henk, hoe zit dit nou? Ja. Hoe ben je hier nou betrokken? Want Nederlanden is een innovatief dorp, of niet? Ja, zeker. Dan binnen wij. Nee, dat is een beetje. Kom,
Vanwege GroenLeven en Powerfield, daar hebben we een paar keer contact mee gehad, want die houden hier een zonnepaneel plaatsen hier in de buurt. En wij vinden het plaats van belang, dan zeggen we, nou ja, daar willen we graag in mee participeren. Ja, toen hadden we contact via Hollandse Veld dan, van Powerfield. En zo is de baby gegroeid, zeg maar. En toen kwamen ze weer van, eerst was het over de postcode roos en toen dan zo is een coöperatie oprichting. Dus ja, dat is misschien ook niet verkeerd. Nou, toen hebben we bij elkaar gaan zitten. In de maanden gehad en hebben besloten om een coöperatie op te richten. Je zegt van, gezamenlijk kun je meer bereiken, dat is alleen één dorp. Heb je drie dorpen samen gehad, ja, natuurlijk. Dan heb je een groter bereik. Dan kun je samen meer doen dan als alleen. Maar wat ken je Ger van dan? Door dit, anders ken ik Ger niet. Anders niet? Nee. Maar goed, vier ook niet. Ken je wat ook niet. Eigenlijk drie intelligente mensen, die zegt, laten we de kop eens bij elkaar steken. Ja. En zullen we eens kijken hoe alles beter en eerlijker verdeeld kan worden. Ja. En nu hadden we het al over zonnepanelen. Ger, hoe zit dat nou? We werden op het pad gezet, op het spoor gezet door de gemeente. We hebben een gesprek, Peter Aalders heeft een gesprek aangevraagd met wethouder Ten Katen. En daar zijn we op 30 augustus, ik weet het nog precies, zijn we in het gemeentehuis aan de praat geraakt met, want we hebben een vergadering belegd toen. En toen zei Ten Katen van, alleen Elin, ik zorg wel dat er ook mensen uit Hollandse Veld en misschien Nieuwlanden bij zijn. Nou, Hollandse Veld is toen gelukt, die heeft ook toen aan tafel gezeten, 30 augustus, en Nieuwlanden is er wat later bijgekomen. Ja. Want er is nog een, Ger, die mag ik wel nemen, Maureen Kroesen. Maureen Kroesen van die de Hollandse Veld. Ja. En die hoort eigenlijk bij deze drie heer. Ja, dat klopt. Gewoon om met de balans een beetje in orde te brengen. Ja, ze is precies het tegenovergestelde van wat wij zijn. Ze is jong en ze is vrouw. Nou. En wij zijn een paar oude knarren. En weet je, wij doen het. We doen het niet voor ons. Nee, dat bedoel ik. Jullie gewoon de toekomst kiezen. Ja. En jullie zegt in de toekomst, de energietransitie, die giet deur. Als het alweer misschien stelt. Ja, maar dit giet maar deur. Die energietransitie, die giet deur. Ja. En jullie denken met. Ja. Als in 2050 die energietransitie afgelopen is, ben ik 99. Ik hoop het te halen, maar ik denk niet dat het lukt. Makkelijk. Maar in ieder geval, die zonnepanelen, die connectie, die is heel belangrijk. Want het is een energiecoöperatie. Ja. En die energie, als wij praten over duurzame energie, moet dat toch ergens weggaan. En Henk die heeft net al een tipje van de sluier opgelicht. Ja. Ger, hoe ben je door mijn deuren gegaan? Jawel, we hebben een afspraak gemaakt met GroenLeven. GroenLeven is een bedrijf uit Leeuwarden. En die zijn heel goed in het bouwen van zonneparken. Maar als ze het afgebouwd hebben, verkopen ze het weer. En ze verkopen het dan heel vaak aan de hoogste bieder. En die zit tegenwoordig in China. En die verkoop van zo'n zonnepark aan een investeerder is alleen maar om daar geld aan te verdienen. Maar die investeerder is niet geïnteresseerd in het leveren van energie aan, voor 25 jaar aan alle mensen die eromheen wonen. En wij wel. En daarom willen wij een voet tussen de deur zetten en zeggen, wij willen een deel van dat park in eigen beheer hebben. En door firm is er nog wat gebeuren. Ja. Jullie, je hebt er een prachtig blauw boekje in. Dat staat op papier. Ja. En jullie hebben besloten om er daar een coöperatie van te maken. En naar de notaris zal gaan. Het mooie van een coöperatie is dat als we voldoende leden hebben, dat gaat ongetwijfeld gebeuren, dan zijn het de leden die uitmaken wat we precies gaan doen. Een coöperatie is niet anders dan een voetbalvereniging. Dat klopt, maar nu werk ik in Zeeland. Ja. Want het is niet winnen of verliezen, het is alleen maar winnen. Het is alleen maar winnen. Ja. Dus wat bedoel je? Het is een win-win situatie. Ja, toch hebben jullie het idee om dat op te richten en dan deur te zetten. Geef jullie dit meer mogelijkheden? Om dat park, om daar een deel van te huren, een deel van te kriegen, om dat beter te beginnen door de leen? Ja, nou ja, kijk, op het moment dat je hebt vastgelegd dat je een coöperatie bent, dan ben je een entiteit en dan moeten ze met je praten. Kijk, we kunnen als vrijwilligers natuurlijk van alles willen en dat is mooi, maar nu zijn we zijn een partij. En de overheid zegt ook 50% participatie. Ja, wij willen graag deel uitmaken van die 50%. En daar heb je dus gewoon formeel statuten voor nodig.
En ja, het is nu donderdag, dinsdag gepasseerd. Ja, ja. 17 december. Ja, 17 december. Ja. En ja, de vervolgstap is dat er nu een bestuur en moeten de organisatie natuurlijk nog wel even vormgeven. Dat kost ook even tijd. Maar het is wel een belangrijk document, ja. Nou, bent jullie met zoveel een denktank? He, eigenlijk is dat het, hè? Het is een denktank. Henk, die heeft jaren verstaan van besturen. Echt, hij zat eerder in besturen dan die klompen kocht. Ja. Nou is het zo, Henk, die had ik net ook verteld. Ja, dit is nou en de toekomst. Dus het bestuur moet ook nou en de toekomst beheren. Ja. Hoe bedoel je dat nog, Henk? Nou goed, wij moeten vooruit denken, want wij moeten zo langzamerhand moeten we toch allemaal van het gas af, we moeten toch allemaal duurzamer. Ja, en dit is het begin. We zijn, ja, ik wil niet zeggen de grondleggers, maar voor dit gebied ben we wel. Dus er zijn nog een paar mensen bij jou. Dat zijn niet alle namen nu, maar we zijn met een man of zes ben we. Nu zes. Nou, Peter Dekker zit er nog bij van Hollandse Velds. Okay. Peter Aalders van Elum zit er nog bij. Okay. Kijk, wie hebben we nog meer? Marvin Kroes, hè? Hes van Kapel. Van de landen, maar goed, ja, die zit op het moment in de Lappenmand. Ja, ja. Okay. Dus mijn Hes die wil ook graag daar meedoen. Hes van Kapel, ja. Dus ja goed, met dat groepje mensen bij elkaar. En ja goed, die hebt ideeën. Nee, en we hebben wat leidraad van een andere coöperatie. Van ja goed, je hebt niet van eens het wil je ervan. Je kunt beter goed kopiëren en dan slecht bedenken. Zeker. Dus er is contact mee geweest. En nou ja goed, het deur was statuut. En wat aanpassingen ze dan. 3-4 keer wat wijzig, nou, 3-4 keer lezen. Dan zegt van nou, dit moet dunkt me weer. Nou, en dan ben ik nog notaris geweest en je weinig hoop of aanmerking had. Die zegt van het zit goed in elkaar. Toen zijn jullie, gooi het maar op papier. Ja. Ja, ja, ja. Ja, want dan vroeg ik van wil je papier? En ik zei, doe mij maar een papier naschrift. Ik heb graag iets in hand. Ja, dat is niks mis met, hè? Ik bedoel, ik heb graag. De digitale wereld, als je het over de Chinezen hebt. Ja. Laten we je eerlijk zijn, dan heet het in ieder geval op papier. Ja, maar goed, we zeggen ook, we doen het voor de toekomst. Dat, kijk, zoals wij zingen onze tijd naar geluid. Maar goed, wij moeten ook aan onze kinderen en de kleinkinderen denken. Dat hebben we met mijn klasvezel ook net zo. Je moet voor u denken. Stille staan is achteruit gaan. Ja. Precies. Ja, je moet voor u denken. Ja, je moet zo'n heel bestuur in elkaar. Ja, En die moet wel een beetje verstaan van deze materie. Ja. Komt er een selectieprocedure? Nou, het is een duur ook. Komt er een selectieprocedure? Ja. Het is eigenlijk veel belangrijker dat de bestuursleden gevoel hebben voor verenigingsleven, voor besturen, en dat ze een drive hebben. Dat met name die laatste. Dat wil hebben om dit een succes te maken. Ja. Dat willen we allemaal. Ja. En waar een wil is... Is een weg. Is een weg. Ja. Ewout. Nou zeggen we net, er moet een bestuur komen, die met feeling ervoor hem. Ja. Hoe zie je dat voor? Ik denk dat het goed komt. Ik heb de mensen nu ook, natuurlijk allemaal, het is allemaal redelijk kort. Het mooie is van de mensen is dat het een hele diverse groep mensen is. En ik vind het zelf mooi als westeling om te kijken hoe dat hier gaat. Ik heb een organisatieachtergrond, dus in die zin, het besturen is mij niet vreemd. Ook een bestuur samenstellen is mij niet vreemd. Ja, en daar, op die wijze wil ik graag mijn bijdrage leveren. Kijk, Ger is heel erg van de techniek. Ik ben iets meer van het proces. Weet je, en zo zitten we allemaal op een andere manier straks in dat bestuur. En dat maakt het alleen maar sterk. En die drive die Ger ook noemt, die drive die moeten we allemaal hebben. Die drive om die zonne-energie... naar ons toe, hè, naar ons allemaal, ik zei het al net, voor elkaar te krijgen. En het mooie is, de zon, over 50 jaar, over 100 jaar schijnt die nog, maar de fossiele brandstof is straks op. En die zon die blijft maar schijnen hoor. Misschien vandaag niet zo, misschien morgen niet zo, maar zaterdag schijnt die weer. Weet je, en daar hebben we allemaal profijt van. Je zei het net, Ger die zit een beetje in de techniek. En Ger heeft ook een beetje natuurkunde gestudeerd. Hij voelt het nou al aankomen. Ger, leg eens uit. Wat is gewoon de energie? Wat is dat? Energie. Energie is dat wat dingen in beweging kan zetten. Dat wat een auto bijvoorbeeld wordt met energie in beweging gezet.
die bewegingsenergie die dan in die auto zit, kan weer gebruikt worden om de accu van de auto op te laden door af te remmen. Dan gaat die bewegingsenergie omgezet worden in elektrische energie. En de eerste hoofdwet in de natuurkunde is: energie gaat nooit verloren. Dat is waar. Alle energie blijft ergens. Dus als energie niet meer in de batterij zit, dan is dat in warmte ergens naartoe gegaan of in beweging of wat dan ook. Hij heeft vorige maand zonnepanelen op zijn dak gehad. En Ewout, hoeveel kost nou een afwasbeurt van je vaatwasser? Ja, het vraagt eventjes aanpassing in je gedrag wat dat betreft. Wassen en je vaatwasser. Maar vanochtend scheen de zon wel. Tegenwoordig staat er een bordje in de keuken als ik 's ochtends de was moet aandoen. Vroeger ging die 's avonds. Maar dat kost dus gewoon niks. Want je verbruikt niks. De zon geeft zoveel energie dat je 's ochtends je wasmachine, je vaatwasser gewoon kan gebruiken. En ja, ik geloof nu 6 weken dat ik het heb. De eerste afrekening al gekregen. En ik heb aanzienlijk, en dan praten we dus over oktober, aanzienlijk minder energie verbruikt. Maar ja, nou zei je, nou was het net van. Vandaag is geen zonne niet zo vullen. Ik bedoel, en dan? Dan daarom vaatwasser er niet meer. Nee. Nou ja, dan moeten we een paar dagen de boorden uit de kast halen. S'nachts schijnt de zon ook niet. Dat kreeg je dan. S'nachts schijnt de zon ook niet. Ja, dat is dus, waar je wel s'nachts. Dat is inderdaad waar. Want daar doe je ook in midden. Ja. Het is niet alleen waar zonnezalig is. Het is ook windenergie. Ja. Het gaat om elke vorm van Duurzame energie. En zoals Weel zegt, het is de toekomst. We kunnen niet anders. Maar de bind nou, daar had ik het lastig over met Ger. Hoe wil ze die stroom opslaan? Want de capaciteit die hier op dit moment ligt, kan langer de capaciteit niet verdragen die de zon opwekt. Hoe ging dat dan? Een manier om energie op te slaan is om water om te zetten in zuurstof en waterstof. Ja. En dan kun je die twee apart bewaren. En dan, dat kost heel veel stroom om dat te doen. Maar dan heb je wel waterstof en zuurstof die je weer energie van kan maken. Dat gaat weer branden. Dan geef je temperatuur. De waterstofauto's en de waterstofbussen. Precies, en daar komt geen CO2 uit. Precies, een glas water. Water komt eruit, ja. En dat drinken we graag, hè? Ja. Water. Aspergold is. Ja. Dat bedoel ik. Witte schuimkraag. Toch, de toekomst zegt van, jullie moeten dat in doen, maar jullie hebben toch grote investeerders gevraagd? Ja. Vertel daar eens wat over, Ger. Er zijn, om te beginnen hebben wij bij de overheid steun gevraagd. We hebben gevraagd aan de provincie Drenthe, om een subsidie voor de oprichting van onze coöperatie. En daar heeft de provincie Drenthe een potje voor. En ik heb afgelopen zaterdag een brief in de brievenbus gekregen dat wij het geld krijgen. Dus daar kunnen we in ieder geval de rekening van de notaris mee betalen. Was die duur? Hij stond op ons lijstje. Wij moesten een begroting van de oprichtingskosten. Daar stond ook de rekening van de notaris bij. En toen zeiden ze, ja, dat kunnen wij wel. Je hebt toch wel 10 notarissen bedragen van dit bedrag. Geen centje bij. Nee. Dus het is niet peperduur wat de notaris vraagt. En datzelfde gaan we doen bij de gemeente Hogeveen. Maar wat leuk is, is dat de drie verschillende plaatselijke belangen van de drie dorpen ons ook geld hebben toegezegd. Oh, als jullie misschien een zaaltje willen huren voor een bijeenkomst of zo, dat soort dingen, wij willen wel wat geld doneren. Dus alle drie de plaatselijke belangen hebben ons geholpen met dit initiatief. En dat vind ik leuk, dat laat zien dat, dat die plaatselijke belangen het belangrijk vinden. En dat, ook, en dat hebben ze ook gezegd met Roelof Koops gepraat en met Jan Benjamins van Elin. Henk zelf zit ook in plaatselijk belang. Die hebben ook, ook met alle leden erover gehad. Ja. Die hebben ook toegezegd van wij steunen dat initiatief. Ja. En toen de gemeente dat hoorde, zeiden ze, nou dien bij ons maar een verzoek om subsidie in. Want als jullie zo gesteund worden door de plaatselijke belangen, dan kunnen wij niet achterblijven. Het heeft in ieder geval voedingsbodem.
Het is een soort sneeuwbal. Het wordt steeds groter. Precies. Ja. Ja. Precies. Ja. Nu zijn we hier weer, komen straks weer op jullie fameuze kanaal Koopman op Pad. Ja. De sociale woningbouw giet wel achteruit, maar die blijft absoluut bestaan. Ja. Nou hebben we het erover. Het ene pattie heeft meer, het andere pattie heeft wat minder. Ja. Hoe gaan jullie dat doen? Die grote parken langs de A37, daar willen wij delen van hebben. En als we zeggen wij, dan zeggen we alle leden van de coöperatie. En er is iedereen in onze dorpen, maar ook in de rest van de gemeente Hogeveen, mag lid worden van onze coöperatie. En wat ging de kost? En als lid kun je meedelen in de opbrengsten die wij genereren. Ja, en om lid te worden, man. En dat is wel belangrijk. Ja, misschien 15, we weten het nog niet precies, 10 à 15 euro per jaar. En dan ben je wel lid. Is goedkoper dan een schaatsvereniging. Hey. Ja. Nee, wat voor energie. En misschien kunnen we voor leden van plaats of belang nog een korting toewijzen of zo, dan ben je nog goedkoper uit. Nou ja, het gietrummen, hoe meer mensen, hoe machtiger jullie wordt en hoe makkelijker het wordt om te onderhandelen. Ja. Ja. Kun je zo een beetje samen? Ja, hoe groter je achterban, zo werkt het overal, hoe groter je achterban, hoe meer zeggenschap je hebt. Ja, precies. Ja. Precies. Kijk, daarom hebben we ook gezegd, we gaan met 3 dorpen samen. Ja, dan kun je alle dorpen, kun je de mensen mobiliseren. Ja. Dus een groep kan er veel groter van dan dat jullie 1 dorp wat pakt. Het gaat erom dat mensen die niet een geschikt dak hebben zelf, omdat ze in een huurhuis wonen of op een flat, of met hun huis in de schaduw van bomen staan, of een huis met een rieten dak hebben, al die mensen kunnen geen zonnepanelen neerleggen. En voor die mensen gaat de coöperatie aandelen uitgeven. En dan kun je een aandeel in ons zonnepark nemen en dan krijg je de opbrengst van die zonnepanelen rechtstreeks uitbetaald. Dan heb je dus wel de lusten van die zonnepanelen, maar niet de lasten. Je hoeft ze niet op je dak te hebben als je het niet mooi vindt, of als het niet kan omdat er te weinig zon is, of omdat je dak op het noorden ligt, dan heb je er ook weinig aan. Kom bij ons zonnepanelen kopen of in mee investeren en dan krijg je de opbrengst. En als je nou helemaal geen geld hebt, dan krijg je op een hele andere manier kan je meedoen. Want wij gaan niet alleen zonnepanelen kopen met geld dat de leden hebben ingebracht. We gaan ook zonnepanelen kopen met geld dat we lenen. En als coöperatie kunnen we vrij goedkoop aan geld komen. We kunnen dat investeren in een zonnepark en de opbrengst gaan we verdelen onder de leden. Eerst moet natuurlijk een stukje terugbetaald worden aan de bank of het fonds waar we het geld geleend hebben. Maar wat er overblijft is voor ons. En voor ons bedoel ik de leden. Is er over nagedacht of niet? Ja. En dat is de denktank. Ja. Van groot naar klein en van klein naar groot. Mooie kun je niet hebben. Energiecoöperatie de Groene Wiegen. Blijf in, schreeuw ervoor. Blijf nadenken ervoor. En blijf metgroeien ervoor. Energie verdelen. Dank u wel. Dit is Koopman op Pad. Tot de volgende keer. Mooi, hè?